Yo, Gianan hier en welkom terug bij de start van het nieuwe seizoen in seizoen 2 natuurlijk. We zijn aanbeland bij My Team Career Mode en we moeten dit seizoen wil ik graag voor de wereldtitel meestrijden. Heb je de vorige aflevering in Abu Dhabi gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. We zagen daar een nieuwe wereldkampioen tot onze beschikking. Heel fijn voor Red Bull Racing dat ze ook de constructeurstitel hebben gepakt. Wie de titel heeft gepakt, ga ik niet even vertellen. Armstrong gaan we sowieso dumpen. Niet hard bedoeld, maar die hebben we gewoon niet meer voor nodig. We gaan iemand terughalen uit zijn pensioen. En ik wil daar niet wijzen op Ayrton Senna, Alain Prost of Michael Schumacher. Waarom? Die zijn veel te duur voor mij. Maar we gaan voor een wat goedkopere coureur. Dat kan misschien Felipe Massa zijn of David Coulthard. Ik zit namelijk even twijfel tussen die twee. En het wordt volgens mij gewoon Massa die wij gaan terughalen uit zijn pensioen. Want we dumpen Marcus Armstrong. Hij was wel goed, maar zat er net niet bij. En dat vond ik wel jammer. Hoop dat Massa dat misschien kan nadoen. Dus we gaan kijken. Hij heeft ons benaderd. Dat is goed. En we bieden gewoon 4 miljoen. Dat is zijn salaris. Kijken wat hij doet. En jazeker, Felipe Massa komt terug van zijn pensioen en gaat voor ons team rijden. De Vice wereldkampioen van 2008 is weer in de Formule 1. Heel fijn dat hij weer terug is. En dan hopen dat we dit seizoen misschien kunnen meeschrijden voor de titel. Hopelijk dat Massa ook vooruit komt. Het zou wel heel vet zijn namelijk. En we hebben hier een interview met Will Buxton. Helaas zit de regen er tussendoor, dus die kan ik hopelijk niet wegknippen. Maar op naar de eerste vraag. Investeren in ons team is sowieso heel belangrijk, dus daar doen we het gewoon voor. Ja, dit soort dingen kunnen nou eenmaal gebeuren. En that's it. Survey found that your staff have the highest employee satisfaction of all the F1 teams. That's quite the accolade. In your opinion, what makes you the best team to work for? Sources inside your team have described the environment as a pressure cooker, with growing concerns about how much pressure your staff are under to hit deadlines. Care to comment? According to your latest quarterly report, your team is very cash rich. Ja, dit zal allemaal wel, Buxton. Yes, doei doei. Nou, het team acclaim natuurlijk, level 13 en level 11, Felipe Massa, level 17, dus het team zelf. Nu nog een oude pakken. Dat wordt namelijk anders, want we gaan een nieuwe livery, dezelfde motoren, we houden gewoon aan Renault. Het prijsgeld is 19,53 miljoen dollar, want we waren zevende in het eindstand. Dat was goed. 38,83 miljoen dollar op de bank. 0 overwinningen, 0 pole positions, 58 punten en we werden 10e in het kampioenschap. Massa dus helemaal niks bekend. En de kalender, het wordt sowieso een 16 race kalender. Omdat er verschillende banen op zijn bijgekomen zoals Portimao, Imola en Jeddah. We gaan allemaal even kijken welke wij gaan toevoegen en welke wij gaan verlaten. Bahrein en China komen er sowieso op. Nederland ook sowieso. Singapore denk ik ook. Waarom? Ja, we behaalden daar onze eerste podiumplek van in ons debuutseizoen. Dus dat was wel heel vet om dat te zien. Dus een beetje de nostalgie willen wij erin blijven zetten natuurlijk. Ja, Imola keert sowieso terug. Jammer dat ik hier niet de volgorde kan aanpassen. Want Australië zit nu helemaal aan het einde van het seizoen. Ik wil die graag naar voren halen, alleen dat kan niet. Want ik heb daar geen optie voor, zie ik. Portimao dus niet mee. Bahrein, China, Imola, Spanje, Monaco. Ik zie dat trouwens Monaco is toegevoegd. Willen wij dat wel? Nee, zeker niet. Monaco niet op de kalender. Spanje halen we er ook af. Even kijken welke we dan nog meer hebben. Japan, Verenigde Staten en Mexico. Singapore,
niet op de kalender voorlopig. Saudi-Arabië ook niet. Nee, dat lijkt me echt geen fijn circuit om daarop te rijden. Waarom? Ik rij met een controller en dan wordt het een beetje lastig. Nou, de game doet iets geks. Als ik even naar andere lengte van de kalender kom, dan reset hij alles. En dat is niet de bedoeling. Dus ik moet nu alles overnieuw gaan doen. Engeland niet op de kalender. Singapore wel op de kalender. Bahrein, China, Imola, Canada, Frankrijk, Oostenrijk, België, Nederland, Italië, Rusland, Singapore, Japan. Dat is allemaal weer goed. Dus dat is dus de kalender voor dit seizoen. Dan de driver en de kleding. Nou, dit is allemaal wel goed. De kleding gaat natuurlijk worden aangepast. En dit is de nieuwe auto. Kijk eens aan hoe bruut die is. Ik vind hem heel erg mooi. Het straalt voor mij een beetje agressie uit. Zo van, pas op, hier zijn we dan. Ik vind vooral dat rode en dat groene heel vet. De regenboog houden wij gewoon. Ja, waarom? Het is gewoon nice. Het is een mooie toevoeging. Want niks op te halen is ook niet leuk. En dit zijn dus ook de racepakken. Tada, kijk eens aan. Massa staat er ook heel mooi bij. En dan denk ik dat dat dit het zo is. En ja, helaas een upgrade verloren. Maar het is niet erg, want ja, er zijn trouwens, ik zie helemaal niks. Er zijn trouwens upgrades beschikbaar gesteld. Alleen, ik zie niet welke er zijn toegevoegd. Jammer maar, helaas. Dan ben ik zometeen wel benieuwd naar de rijders. Want er zijn wat stoeltjes verwisseld. Volgens mij is Vettel met pensioen gegaan. Maar eerst de autopresentatie. Dan wordt hij aan het publiek voorgesteld. En hier is hij dan, het monster van seizoen 2. Nou, dit is hem dan. Heel erg vet om dat te zien. Oké, de auto moet goed zijn, want we hebben ons doel behaald met de regulatieverandering. Dus dat is wel nice. Ik wil graag even kijken wie er allemaal weg is. Volgens mij Vettel, ja, die is dus vertrokken uit de Formule 1. Die is dus weg, maar ik wil kijken wie dat zitje heeft overgenomen. We staan gewoon op P9. Dus dat is goed. We hebben het gewoon goed behouden. De resultaten van vorig seizoen natuurlijk. Ja, niet alles past erop, zie ik. Tot en met de Verenigde Staten past het erop. Even kijken hoor. Tsunoda, Alonso. Oh, dit is seizoen 1. Wat zeg ik nou weer? Ik wil even naar seizoen 2 als het kan. Ja, ik zie het allemaal vanzelf wel. Lund gaat terug. En dan is het gewoon op naar de kwalificatie in Bahrein. We zijn inmiddels aanbeland bij Q1 in de nieuwe auto natuurlijk. De onboard shot vind ik echt fantastisch. Het is heel gaaf dat rood, donkergroen en oranje gewoon zo goed bij elkaar passen, vind ik. Maar goed, dat is mijn mening. Aanbeland bij ons eerste rondje in Q1. Nog steeds met de Renault motoren. We blijven de Franse trouw. Hebben we daar wel een klein momentje overstuur op die curbstone. Sergio Perez zet een 1.26.0 neer. Ziet er daar iets te wijd. Komen daar op die curbstone terecht. Maar houden de auto gewoon mooi netjes binnen de lijntjes. En wij zetten een P8 neer met een 1.28.4. We zijn aanbeland bij de laatste minuten van Q1. We zijn er opnieuw naar buiten op een nieuwe set van de softbanden. Waarom? We staan op P19. En dat is niet goed. Ik weet niet waar Felipe Massa staat. Ayrton maakt trouwens ook zijn debuut. Wel opvallend dat ze voor Callum Ayrton hebben gekozen. Maar die maakt dus zijn debuut. Terwijl Maasbeen daar even in de weg rijdt. We moeten daar even actie ondernemen. Zijn een beetje afgeleid, maar dat is geen probleem. De vlag hangt uit en Lundgaard naar P19 geduwd. Ayrton naar P18, wij naar P17. Stroll naar P15, nee 16. Latifi naar P17, wij dus naar P18 geduwd.
En we komen op een P. Terwijl we aan boord zijn bij George Russell. Die is naar Alfa Romeo gegaan. Waar staan wij? We staan op een P13. We zijn door naar Q2. Dat is heel erg goed. Op 1,3 seconden van Carlos Sainz. En Perez mist hem op 81.000ste. Leclerc mist hem op 96.000ste. Dus dat zit heel close. En Massa redt het niet helaas. P17. Maar hij mag zeer tevreden zijn. Ik vind het wel goed dat hij dat kan. P17. Dus ja, je weet maar nooit wat Massa kan vanaf die plek. En Sainz gewoon met zijn 3 set soft door. Dat is denk ik niet verstandig. Wij hebben het maar bij 2 setjes gehouden. En gaan nu als enige een 1 run doen op deze nieuwe set soft. Ik heb heel lang gewacht. Maar dit wordt de enige en beslissende run in Q2. Kijken of wij door kunnen komen naar Q3. We staan op een P16. Willen we dat misschien gaan verbeteren naar een P9 of een P8? Eerste bocht nemen wij gewoon heel goed. Geen momentje overstuur op de exit. Dat is nice om te zien. En dan hebben wij iemand achter ons. Dat is volgens mij Verstappen in de Red Bull. De vlag hangt uit in Bahrein voor Q2. Houden alles niet binnen de lijntjes. Momentje op de curbzone schiet ons wijd. Maar waar komen wij te staan? We komen op een... P, nog wat, ik weet het niet. Waar staan wij? Op een P11, helaas. We missen hem. Op ruim 14e van Yuki Tsunoda. Niet door naar Q3. Perez en Verstappen. Dat verschil is maar 46.000ste van een seconde. En wij staan dus op een P11. Jammer maar helaas. Dan is het op naar de wedstrijd. Kijken wat het gaat worden voor de grote race van Bahrein. Voor de allereerste aflevering in seizoen 2. Daar gaan we dan. Months of rumor and speculation all come to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round one of this year's Formula One World Championship. We'll be racing around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit today. Keep an eye out for drivers locking the front left down into the tricky braking zone of turn 10. A new season then, a clean slate where anything could happen. Anthony Davidson is with me today as we get another year of Formula One underway. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice. And they've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Sergio Perez will lead us away from pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Norris, Daniel Ricciardo, and Leclerc, Sainz, Gasly, Tsunoda, and the Professor, Stroll, Verstappen, Fernando Alonso, and Giovinazzi, Ocon, Russell, Felipe Massa and Mick Schumacher, Latifi, Eilert, Lundgaard and Nikita Mazepin. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. Okay, here we go. I know what you can do, don't let me down. Jeff zegt dat we hem niet moeten teleurstellen. Medium hard is de strategie, we nemen extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor de allereerste aflevering van seizoen 2. De lampen springen aan voor de grootwedstrijd van de Bahrein. We staan op een P10. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen slecht weg, want Max Verstappen is al gelijk beter weg. Raast er al voorbij. En we zijn teruggedrongen naar een P11. Proberen dan een divebomb te maken naar de beide Alfa Tauri's. Dat lukt ook. We moeten daar even oppassen voor Yuki Tsunoda. We moeten daar zelfs wijd gaan. Maar dat is P8. Tsunoda kan wel terugkomen. Dat doet hij ook. Maar dan is deze plek wel van ons. Tsunoda is hem daar trouwens bijna kwijt. En dat is gewoon nog steeds P8. 2 plekken gewonnen bij de start. Dat is goed om te zien. Rijden trouwens ook op die medium compound.
Beetje blokkeren van een Red Bull. Perez is dat natuurlijk. Maar de start overleeft. Dat is goed om te zien. Ronde nummer 2 is het. En Yuki Tsunoda zet druk bij ons. Kijkt daar naar de buitenkant. Maar wij laten hem daar wijd lopen. Klein beetje de wielen in elkaar haken. En dat is nog steeds P8. Het gaat naar... Leclerc is inmiddels 2,9 seconden terwijl we Gasly nu proberen aan te vallen. Want Gasly deed een aanval bij ons. Dat mislukte, want wij konden niet terug aanvallen bij Gasly. We stappen, kijk bij Yuki Tsunoda. Wij proberen hier Gasly terug aan te vallen. En dat is nu wel gelukt. Perez zet de snelste race ronde neer met een 1.29.4. Ronde nummer 3 is het. DRS beschikbaar gesteld. En wij zetten een tijd neer van een 1.32.8. Gat naar Charles Leclerc is 3,3 seconden. Tsunoda, Gasly, Verstappen zitten allemaal achter mij en wij gaan een treintje vormen. Want wij zijn gewoon langzamer dan de jongens voor mij en achter ons. En Tsunoda kan hier niet aanvallen. Dat is goed om te zien. Herhaling van de start met Perez op pole position. Hamilton op P3, Bottas op P2, de lampen sprongen uit en we waren onderweg. En Verstappen kwam gewoon veel beter weg. Daar zit ook gelijk Bottas in de sandwich bij de beide McLarens. Norris en Ricciardo. Het was er even druk met Bottas en wij moeten daar even ontwijkingsactie doen omdat daar Yuki Tsunoda daar dus zat. We nemen daar ook een bak grind mee. Niks ernstig. Wij knijpen daar ook gelijk... Tsunoda daar weer af? Of was dat Gasly? Dat was Tsunoda volgens mij. En dat was dus de openingsfase in ronde nummer 1 alweer. Met de mooie nieuwe auto. We zijn aanbeland bij ronde nummer 4. Yuki Tsunoda kijkt daar naar de buitenkant. En Yuki Tsunoda schiet door. Ook Pierre Gasly schiet door. De beide Alfa Tauri's maken een fout. Gasly komt voor Tsunoda weer de baan op. Groene vlag wordt gezwaaid. We hebben druk van Verstappen. Het is daar weer geel. Verstappen probeert daar aan de binnenkant. Beetje wielbengen met elkaar. Niks beschadigd gelukkig. En dat is nog steeds P8. Maken daar wel een klein foutje. En heeft Verstappen zijn voorvleugel beschadigd? Kan ik niet zien. Maar we raakten elkaar wel stevig. Dat weet ik wel. Daardoor is het gat naar Charles Leclerc 7,3 seconden. Verstappen kijkt naar de buitenkant, maar dat lukt niet. En moet het hier dan opnieuw gaan proberen, want we hebben een slechte exit. En Verstappen is er voorbij. Heeft ook DRS. En hij heeft meer topsnelheid in zijn Honda motor zitten dan onze Renault motoren. Gasly is er ook aan, die zit er ook aan te komen. Wij vallen terug Verstappen aan die binnenkant. Beetje wielbengen met de Nederlander, onze landgenoot. En dan maken wij hier wel een brutale actie om gewoon over die witte lijn heen te... gaan. Gele vlag. Er is iemand gespind in bocht nummer 1. Dat is volgens mij Nicolas Latifi. Wij duwen Verstappen hier dan de wijd. En dat is nog steeds P8. Dat is goed om te zien. Of was dat ronde nummer? Ja, dat was P8. En dit gebeurde er in ronde nummer 4. Tsunoda moet daar het hazenpad kiezen. En moet daar even stil gaan staan. Ja, die kan hier nergens naartoe. En moet gewoon wachten tot de laatste auto er voorbij is. Ook Gasly, zijn we trouwens aan boord bij hem, die had ook hetzelfde probleem. Want hij ziet Tsunoda daar wijd gaan en moet daar ook even ja, dezelfde actie ondernemen om geen touché te krijgen met mij. En Gasly kan gewoon zijn weg vervolgen ja, ten opzichte van Yuki Tsunoda. In ronde nummer 5 is het nog steeds. Als Verstappen daar opnieuw een aanval probeert aan de buitenkant... Dat lukt, want we kunnen niet terug aanvallen en die plek is van onze landgenoot. Gasly zit te kijken voor ons, voor P9. Die wil die graag afpakken. We zitten in de slipstream van Max trouwens. En daar vallen we Verstappen terug aan die binnenkant. Verstappen blokkeert zijn rechte voorband. En dat is gewoon P8. Dat is goed om te zien. We maken hier wel een kleine fout. En Verstappen is er voorbij. Jammer, maar helaas, want we schoten gewoon te ver door. En dat is opnieuw P9. Nu moeten wij Verstappen weer zien terug te aanvallen. Alleen, dat gat is nu wat groter dan normaal. Er was iets op de baan gebeurd.
Alleen de marshals gaan niet voor een safety car pushen, dus dat is alleen maar positief voor ons. We zitten nog in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Dat is nog heel vroeg en er zijn nog 23 rondes te gaan. Dus dat belooft nog wat. We rijden in ieder geval in de punten. Klein beetje overstuur op de exit van die curbstone. Het gat naar Verstappen is een seconde ongeveer. We hebben dan niet genoeg aan DRS, want we zitten te ver weg. Ongeveer een tiende er vandaan. We proberen daar wel dicht te remmen, alleen ja, dat lukt niet. Want het gat is nu alweer 1,1 seconde geworden. En we zitten in ronde nummer 7 van de wedstrijd. Gele vlag, er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd. Daar valt volgens mij iemand uit. Dat is een Alpine van Fernando Alonso, uitgevallen in de wedstrijd. Gele vlag en de safety car is op de baan geroepen, omdat Alonso is uitgevallen. Meerdere auto's zijn gestopt op de baan, zegt Jeff. Nou, dat klopt niet, want er is maar één auto uitgevallen, Fernando Alonso. En we gaan nu tijdens deze safety car fase naar binnen, voor de harde band. Sorry voor de softband, weet ik niet zeker. Maar hier is dan dus wat er gebeurde met Fernando Alonso. En die moet hier gewoon uitvallen. En dat is einde oefening voor de Spanjaard. 0 punten in de openingsrace van seizoen 2 voor Fernando Alonso. Wij komen dus naar binnen. En Verstappen, Bottas zijn ook naar binnen. Perez duikt ook naar binnen. Sorry, nee, Perez rijdt door. Mijn fout. Massa rijdt door. En wij gaan naar binnen voor de softband, dus we moeten nog een keer stoppen, want dat maakt niet uit. We gaan misschien hier 15 rondes lang mee door en dan weer naar de soft of dan naar de mediums. Want naar de harde band heeft dan geen zin meer. Eén stop nog te gaan in de strategie, zegt Jeff. We komen gewoon op P9 weer terug de baan op. Achter Max en voor Lance Stroll. De regen is inmiddels gestopt, dat is fijn om te zien. We gaan weer trouwens weer racen. En we zaten een beetje te kijken bij Ricciardo. Verstappen is trouwens gespind. Hou op Jeff, hou alsjeblieft op met dat gezeik. Dit is racen, dit hoort zo te zijn. Hou op met spelregels. Anders ga je maar lekker Formule 2 rijden, kijken bedoel ik. Of daar als ingenieur plaatsnemen bij Hitchhack. Ik noem maar wat. Maar zo hoort racen te zijn. Ricciardo is inmiddels bij ons aangedrongen, want daar vielden wij hem aan. Zeg ik dat goed? Weet ik niet zeker. Massa houdt Hamilton op, dat zie ik. Felipe Massa houdt Lewis Hamilton op. Felipe baby stay cool, zei Rob Smetney altijd in de oren van Massa. Ricciardo probeerde het daar aan die binnenkant, maar dat liep maar net goed af. Want anders nam Ricciardo ons mee in die kamikaze actie. Massa moet hier aan de kant. Massa moet hier aan de kant. Felipe baby, wat doe je? Wil dat toch even laten zien dat hij uit het racehout is gesneden? Nu quote ik even Rob Smedley. Felipe, Fernando is faster than you. En nu is het Felipe, Tianan is faster than you. Dus doei doei. Verstappen moet trouwens naar binnen voor een nieuwe neus. We rijden op een P4. Richting dat podium, dus dat is goed om te zien. Oh, Charles Leclerc heeft misschien een probleem, hoor ik van Jeff. Green flag. Het is geel. We're racing again. Het is daar geel. We're approaching the pit window. En we zitten in ronde nummer 16. Er valt daar iemand stil. Wie is dat? Dat is volgens mij een Ferrari-coureur. Is dat Charles Leclerc? Dat is Charles Leclerc. En die heeft volgens mij een lekker band opgelopen. Die rijdt de pitstraat in. Die heeft een lekker band. Oké, dat weet ik dus. Want anders kreeg je nu een melding. Sainz of Leclerc is uitgevallen. Sainz rijdt nog. Het is dus Charles Leclerc. En er zijn nog 13 rondes te gaan. Ronde nummer 17. Bottas, Perez en mijzelf duiken allemaal naar binnen voor de laatste pitstop van de dag. We gaan naar de medium compound.
En dan ben ik wel heel benieuwd waar we terugkomen. Ook Stroll, Ocon zijn binnen. 3,1 seconden, een trage pitstop. Jammer, maar helaas. En Hamilton passeert ons. Mazepin naar P9. Maar hij moet nog naar binnen, dus dat is jammer voor de Rus. Nog 11 rondes te gaan en dan zit deze grote prijs er alweer op. We rijden dus nu gewoon nog in de punten en dat is goed om te zien. 1 uitvaller, Fernando Alonso. Door een motorprobleem. En wij moeten nu naar Nikita Mazepin toe rijden om dat gat te zien dichten van 2,8 seconden. Mazepin naar binnen gedoken, we vallen Ricciardo aan die buitenkant. Dat lukt! Lukt dat? Jazeker, dat lukt. Want we laten Ricciardo niet leven, duwen daar gewoon volledig op de curbstone en het is P4. Hamilton, die achterstand bedraagt 6,2 seconden met nog 8 rondes te gaan. Dus dat podium, ik denk dat we dat niet meer kunnen halen, maar het zou heel vet zijn als dat gaat gebeuren. Rood in sector 1. Zit er een klein beetje door en Sainz volgt op 2,3 seconden. Dat is nu Daniel Ricciardo. Dat is nu trouwens weer Carlos Sainz, want die twee zijn in gevecht met elkaar. Hoor ik trouwens niet op social media. Graag even doen, alsjeblieft. Wat heb ik vandaag? Graag even doen. Het zou heel vet zijn als je dat deed. Even een follow op Instagram, Twitter en Facebook. Ricciardo staat daar stil. Daar is iets gebeurd. Ricciardo staat daar stil. Daniel Ricciardo stil in sector 2. En de safety car is op de baan geroepen. In ronde nummer 21 met nog 9 inclusief deze dan. 9 rondes te gaan is de safety car op de baan geroepen. En dit kan misschien wel een bijzondere dag worden voor ons. Want nu is het veld weer dicht bij elkaar. En kunnen we misschien gaan vechten voor die overwinning. Maar wat is er dan gebeurd met Daniel Ricciardo? Hebben we daar een herhaling van? Jazeker, die is er weg met Carlos Sainz. En dat gebeurt denk ik precies hetzelfde wat er bij Yuki Tsunoda gebeurde. Jazeker, Ricciardo te ver, te veel en moet daar even stilstaan. Ook Giovinazzi is dat. En die, ja, doet precies hetzelfde. Ook hij staat daar stil. En dat is het. De safety car op de baan. Op P4. We ruiken dat podium, want Lewis Hamilton zit heel dicht voor ons. Daarvoor rijdt Sergio Perez. De safety car duikt naar binnen. Bottas leidt de wedstrijd. Dus dit kan nog een partijtje knokken worden in de laatste 6 rondes van de wedstrijd. We gaan gewoon strijden voor de overwinning. We moeten wakker blijven. Ook Sainz kan een aanval doen. Ook Gasly kan een aanval doen. Dus dit wordt nog bloedspannend. Voor de laatste paar rondes in de Grote Prijs van Bahrein. Wanneer gaat Bottas op zijn gas? Tikken Lewis Hamilton daar een klein beetje aan. Moeten wakker blijven. Oh, dat is iets te veel wakker. En daardoor missen wij helaas onze exit. Hamilton, slipstream van Perez. Maar wij zitten in de slipstream van Hamilton. En doen daar een aanval naar Bottas, Perez en Hamilton. Ik denk, fuck it. We gaan er gewoon voor. Dat heeft geleid tot een P2. Gele vlag. Want we hebben Bottas een klein beetje geraakt. Perez kan daar terug aanvallen. Ook Hamilton doet een aanval op Perez. Voor P2. Perez remt laat. Maar wij duwen hem hier gewoon mooi wijd. En dat is P2. Dat gat is 1,3 seconden naar Valtteri Bottas. Dus Bottas heeft hem binnen. Die kan nu met nog... Wat is het? Ja... 400 te gaan, de wedstrijd eenvoudig naar zich toe trekken. En dan wint hij de openingswedstrijd. Maar Bottas duikt naar binnen. Bottas duikt naar binnen. En wij hebben nu de leiding in handen met nog 400 te gaan. Dat gat naar Perez is 1,3 seconden. Jazeker, nee. 1,5 seconden zeg ik. Fout, dat zeg ik niet goed. Laat maar. Dat gat naar Perez is er. We hebben een soort van buffer. Maar die Red Bull is veel sneller dan onze auto. Maar dit is onwerkelijk. We hebben de leiding in handen met nog 4 rondes te gaan. Exclusief deze ronde. Want anders waren het er 5. Rood in sector 1. Perez is sneller. 1 seconde per ronde haalt hij uit ons gat.
We voelen de druk van de Mexicaan. En Perez doet hier een aanval? Nee, hij kijkt alleen. Ronde nummer 26 van 29, nog een paar rondes te gaan. Het gat naar Hamilton is 2 seconden. Komen wij dit punt aan en dit punt kennen wij. Perez doet dit slim. We maken een klein foutje, schieten iets te ver door. En Perez heeft volgens mij ook DRS. Dat gat is 14e. En Perez komt. Perez komt met een aanval voor de leiding. Maar wij houden onze poot gewoon stijf. Blokkeren hem zoveel mogelijk. Wat doet Perez? Kan hier niet aanvallen. Dat is goed om te zien. Hamilton naar P3, Sainz naar P4, Gasly op P5. We gaan zo meteen ronde nummer 27 alweer in. Nog 2 rondes te gaan, exclusief deze dus. En Perez zit daar met een aanval. Wat doet Perez? Perez kijkt naar de buitenkant, maar we laten hem daar heel wijd lopen. Oeh, het is een beetje close met de Mexicaan. En Perez moet afhaken. Dat gat is 3/10. Valtteri Bottas pakt de snelste raceronde af. We zitten in ronde nummer 28. En Sainz heeft Perez verschalkt. Volgens mij is Perez ook helemaal teruggezakt. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar we maken een klein foutje. En dit keer zit ook Gasly en Stroll. Ja, Stroll dan niet echt. Maar Gasly zit nu een beetje mee te kijken met de groep. Want die kan hier misschien een mokerslag gaan slaan. Stel Hamilton, Sainz en ik fokken het op. Ja, dan is Gasly de gevierde man. Sainz kijkt er naar de buitenkant. We zitten zometeen in de laatste ronde van de wedstrijd. De druk moeten we er gewoon op zien te houden. We moeten de rust gewoon bewaren. De laatste ronde loopt voor de grote prijs van Bahrein. Hamilton kijkt daar voor P2. Sainz doet daar een aanval. Ook Gasly probeert het daar. Sainz naar de leiding. Hamilton naar P3. Maar we remmen als allerlaatste van de drie. Gasly zit een beetje opgesloten. Hamilton kan hier misschien een aanval wagen. Zit er heel dicht op. Maar wij blokkeren hem stevig. Hebben ook DRS namelijk. En remmen wat naar zijn lijn toe. En Hamilton kan daar niet aanvallen. Gasly probeert het voor het podium. Wil Sainz ervan afdrukken. En wij nog steeds aan de leiding. We zitten in sector 2. Nog 1 sector te gaan. En dan kan het misschien gaan... Ja, dan kan het misschien gaan waarkomen. Dan komt misschien de droom uit voor ons. Hamilton kan hier kijken. Alleen maar kijken, niet aanvallen. Dat is gewoon goed. Moet het hier op de exit dan alles goed komen? Hamilton probeert het daar aan die binnenkant. Nu naar de buitenkant kijken, Lewis. Ren wat later, maar we duwen hem daar wijd. Gasly naar het podium. Duwt Sainz weg. Sainz niet naar het podium. Maar kan misschien nog kans maken. Hamilton kan hier nog 1 laatste poging doen voor de raceoverwinning. Doet hij dat ook? Jazeker. Maar hij kan hier nergens naartoe. We houden de auto gewoon zo breed mogelijk. En dat betekent dat wij seizoen 2 uitstekend beginnen. We pakken onze allereerste overwinning in My Team Career Mode. Gaan aan de leiding bij het coureursklassement. Uitstekend gedaan. Wat een wedstrijd. En dan gaan we op naar de volgende ronde. En dan gaan we kijken wat dat gaat opleveren voor ons. Smiling faces on the pit wall after a superb win here at Sakhir. And rightly so. What a brilliant effort from the whole team. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, when you overtake that many people, I'd certainly hope you'd win the race. Their car was really effective in the slipstream here today, and the team would be pleased that they didn't cook the engine, given how long they were spending in the hot air behind other cars. They had a lot of confidence to push their tyres hard as well, especially going into the corners, which allowed for some late braking and some exciting passes. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory
and a brilliant performance from them all. De uitslag van de Grand Prix van Bahrein. Wij winnen dus de openingswedstrijd, onze eerste van My Team Career Mode. Het begint gelijk goed. Hamilton naar P2, Gasly 3, Sainz 4, Stroll 5, Ocon 6, Verstappen 7. Wij krijgen trouwens ook Driver of the Day. Norris 8, Russell 9, Tsunoda 10, Massa helaas niet naar de punten. Jammer maar helaas, komt minder dan een seconde tekort op Yuki Tsunoda. Charles Leclerc 12, Perez 13, Giovinazzi 14, Bottas 15, Schumacher 16, Latifi 17, Ayrton 18, Mazepin 19. En wij aan de leiding bij de coureurs met 7 punten verschil ten opzichte van Lewis Hamilton. En 7 punten verschil naar Mercedes, ook aan de leiding bij de constructeurs. Dus dat begint gelijk goed. Dus hopelijk kunnen we dit momentum zien vast te houden voor de volgende wedstrijd. Het zou fantastisch zijn als dat gaat gebeuren. Medium, soft, medium. De meeste jongens zijn geëindigd op medium. Massa met een 1-stopper, medium hard. Toch goed gedaan, van P17 naar P11. 1 uitvaller, Fernando Alonso dus. En goed, ja, we zijn weer terug bij het oude mensen. Dit was dus deze aflevering. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Ik heb zeker genoten. Zeker omdat het mijn allereerste overwinning was voor het team. Mijn allereerste overwinning was, voor mezelf. En Massa, ja, jammer. Maar goed, deze dingen kunnen gebeuren. Hij zit er wel bij. P11, goed gedaan, vind ik. Voor iemand die terugkeert uit zijn sabbatical. Heb jij genoten? Beloon het dan zeker met een like. Heb jij niet genoten? Dislike de video dan. En vertel me ook waarom je het niet leuk vond. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal en wil je meer video's zien van F2021 My Team Career Mode? Abonneer dan voor meer, zou ik zeggen. Schakel ook een lekker belletje aan als je geen enkele aflevering van mij mist. Reageren wat FB kan dat moet worden op deze aflevering. Volg me even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het Janan mensen. Tot de volgende keer bij F2021 My Team Career Mode. Ik ga verder in China.